Wat vindt u van het coronavirus, meneer? Ja, dat is logisch dat dat een keertje komt, zoiets in de wereld. Hoezo logisch? Nou, we stikken van de mensen hier. We wonen maar veel te veel op elkaar. We zijn helemaal synthetisch aan het worden. We worden half automaten van de automatisering. Ja, en de natuur is veel sterker als wij allemaal zijn en veel pinderder. En die lost dat zelf wel op. Voor nu vind ik er nog niet heel veel van. En is het volgens mij een soort van griep waar je voldoende ting kunt doen. Ik vind het nu wel heftig geworden, denk ik. Word wel een beetje angstig van, al die verhalen. Denkt u dat de kans groot is dat het virus ook in Almelo kan voorkomen? Ja, net zo goed als alle omringende landen zijn nu al aan de beurt hier. Dus ik denk dat het steeds dichterbij komt. Ik vind het wel erg voor de mensen die het hebben, maar het is niet dat ik bang ben dat ik het zelf krijg. Reacties, en dat is bijvoorbeeld zo'n coronavirus van, hè? Door te veel mensen te smerig samenleven, te vieze dingen eten en te veel op het gemak uit zijn. Als ik u goed begrijp, dan zegt u het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Nee, ik vind het doodlogisch. En er zal nog wel veel meer van dit soort ellende over ons heen gestort worden. Denkt u dat het ook in Almelo kan voorkomen? Ja, dat kan wel. Komt steeds verder deze kant op. Zit nu in Duitsland. Dus dat kan wel. Wat valt er volgens u tegen te doen? Ja, goed je handen wassen. Op de hygiëne letten. In je elleboog hoesten of niezen. Ja, dat soort dingen. Ik denk dat je er weinig tegen kunt doen. Gewoon afwachten en geluk hebben dat het voorbij gaat. Denkt u dat het dragen van een mondkapje een oplossing kan zijn? Nee, ik denk die mondkapjes, ik denk niet dat het veel nut heeft. Dus nee, dat hoeft van mij niet. Dan moet je maar een beetje binnen blijven, denk ik. Het schijnt dat de wat oudere mens vatbaarder is voor dit virus. Bent u het daarmee eens? Nee, want ik ben wel geschrokken van die man van 47 jaar die ernstig ziek is geworden daarvan. Dus ik denk dat het allemaal nog wel meevalt wat dat betreft met de leeftijd. Ik denk uiteindelijk wel, als heel veel toeristen hier naartoe komen die het hebben, maar dat ze het zelf niet weten, dan wel. Maar het is niet een hele grote kans dat het heel snel gebeurt. Veel mensen kopen mondkapjes. Denkt u dat dat een goed middel is tegen het coronavirus? Nee. Volgens mij helpt dat niks. Is de kans volgens u groot dat het virus ook in Almelo de kop opsteekt? Ik denk het wel, ja. Want hier zijn ook mensen die op vakantie gaan en zeggen, oh, het komt wel goed en ik heb er geen last van. Overal waar je veel mensen bij elkaar krijgt, dan krijg je dit soort verschijnselen. Wat kan er volgens u tegen gedaan worden? Ja, dat was een hele moeilijke vraag. Als ik dat wist, kon ik rijden. Daarom stel ik. Ja, ik denk verrekte weinig. Gewoon schoon en fatsoenlijk leven. En vooral een beetje met respect met de natuur omgaan.